Oké, je gaat deze twee kastjes tekenen in SketchUp. Het is het bureau en dit is de eerste video van bureau. Begin met tekenen van de zijde. En het totale breedte of diepte van het bureau is 800. De hoogte is 750. En teken zo gewoon een vierkant met mijn potlood. Push en pull geef ik hem dikte, 18 mm. En ik maak er een component van, vier keer klikken, drie, vier keer klikken en dan G op je toetsenbord en create. Aan de onderkant is er een plint en die plint die is 50 hoog. Dus ik moet mijn paneel 50 korter maken. En aan de voor- en achterzijde is die 35 smaller. Boven op mijn bureau komt ook nog een blad. En dat blad heeft een dikte van 36. Nu heb ik de zijde van mijn bureau getekend. En die kan ik kopiëren. En de zijden zitten 450 uit elkaar. Toets 450, maar dan heb ik de dikte meegeteld. Dus hij moet nog 18 terug. Nu staan ze op de juiste plek buiten elkaar. En kan ik de bodem erin tekenen. 18 omhoog, 18 naar beneden, helemaal tot achteraan, G, create. Nu druk je op move, de M van je toetsenbord en de control toets, en dan zie je het plusje verschijnen. Pak je bodem aan de bovenkant vast, precies bij het puntje en zet hem gelijk met de bovenkant van je zijdes. Nu kun je de achterwand erin tekenen. Met een rectangle. Geef hem dikte, 18 mm. En maak er een component van. Dan is de corpus van je bureau klaar. Eén corpus klaar. Selecteer je alle onderdelen van je corpus. Druk je op move, control. En kopieer je het hele kastje. De totale breedte van je bureau is 160 of 1600 mm. Maar er is een overstek van 35 aan beide kanten. Dus ik moet nog 70 terug. Dat is een hulplijntje die ik heb getekend. En nu zet ik mijn kastje precies op de goede plek. En ik haal mijn hulplijntje gelijk weg. En zo heb je beide corpussen van je bureau klaar.